Mijn naam is Jeanette van Schijk. Ik werk bij Waterschap Vechtstromen en ik ben daar ecoloog. En ik hou me ook bezig met botulisme. Botulisme is heel vervelend, want dat is een bacterie die vogels ziek maken. Maar ook is het slecht voor de volksgezondheid. Ook honden kunnen er ziek van worden. Dus wij zitten er eigenlijk altijd bovenop. Zo gauw het warm weer is, controleren we extra de vijvers die gevoelig zijn voor botulisme. Van de zomer waren we hier en toen was het allemaal... Ja, een soort blauwe gloed zat hier over het water. En het zag er niet mooi uit. We hebben ook dode eenden gevonden, dode vissen gevonden. Nou, en dat wees er allemaal uit op botulisme. Er waren ook een paar vogels die waren verlamd. Nou, en dan weet je eigenlijk al, dit is botulisme. En botulisme, dat is een voedselvergiftiging. En dan gaan de eenden, de watervogels, die gaan er dood aan. Die kunnen er dood aan gaan. Dus dat willen we niet. En dat komt eigenlijk altijd als het zuurstofloos is... Warm weer, meestal in de vakantie, hè? En dat er een dood dier is, een kadaver. Waar dus die maaien, die zijn extra eigenlijk, dat zijn eiwitbronnen. En die zorgen ervoor, die drie ingrediënten, voor botulisme. Nou, wat doen wij met botulisme? Wij zorgen dat in ieder geval één ding, proberen in ieder geval alle kadavers, dus alle dode dieren, proberen we te ruimen. Want dat je in ieder geval die eiwitbron wegneemt. Als je niet ruimt. Dan kan het zich heel massaal gaan verspreiden. En dat is gelukkig hier niet gebeurd. En ook dankzij natuurlijk de medewerkers van Waterschap Vechtstromen, de visclub hier. En samen hebben we de boel in de gaten gehouden en de zaken voor elkaar weten te krijgen. Nu ben ik heel vrolijk vandaag. Ik kijk naar het water, het is kraakhelder, je ziet de bodem, je ziet de vissen zwemmen. Dus wat is niet mooier als deze mooie voorjaarsdag. In mijn.